hier jongens, meisjes, welkom bij een nieuwe video bij mijn kanaal. En vandaag ga ik undercover in Cobra zijn voor het toernooi. Cobra moet dus gaan raden wie ik ben in zijn game. Alleen, dan is het ook belangrijk natuurlijk welke skin jij gaat uitkiezen. Dus we gaan even naar Lokken toe. Er gaan echt ziek veel kijkers meedoen. Ik denk al over 90 mensen. Dus we moeten slim zijn. Deze wacht niet zo snel, toch? Deze rode skin. 96 man zijn er klaar voor. Ik zie het al. 96 mensen zijn gecued. Wat chaos. Let's go. We gaan beginnen. Daar gaan we weer. Menno gaat lekker doodvallen. En dan moet hij lekker gaan gokken wie ik ben in deze game. Waar ga ik landen? Waar ga ik landen? Waar ga ik landen? Waar ga ik landen? Wat is er? Oh nee, nee. Ja, degene die me killde, die miste even 3 schoten voordat hij me dood had. Oh echt? Ja, we zijn gepickaxed? Ja, op het einde, uiteindelijk wel. Alright. Menno is dood dus. Dus hij kan spectaten. Zijn het al potentiële Jordan Storms? Is dan de vraag. Nee, dit ben jij niet. Dat was wel heel snel. Nee, dit ben jij niet. Nee. Oké, deze gaat nog van mijn lijstje af. Zo. Alle drie. Deze skin weg. Nee, deze skin. Als jij mij voor top 20 kan gokken, dan krijg jij een shout-out inderdaad. Dan moet gewoon iedereen abonneren die dit kijkt. Deze guy, ik weet niet, ouwe. Nee. Ja, nou. Oh, wacht eens even. Dit is een redelijk goede speler. Ja, hè? Dankjewel. Jordi. Nee. Okay. Ik ga wachten met trucjes. Ik moet eigenlijk natuurlijk een beetje wat trucjes gebruiken. Ja, zeker. Want ja, officieel, ook voor de kijkers thuis, men heeft 3 kansen om mij te mogen killen. Of om mij te mogen raden wie ik ben. En anders is het helaas pindakaas. Oké, Jordi. Ja? Gewoon een vraagje. Heb jij Chuck Splashes? Ik heb Chuck Splashes, ja. Deze gaat op mijn lijstje van potentieel. Ja, oké. Okay. Nou, hij is goed. Hij speelt op controller. Want ik zag het aan de ene assist op zijn. En hij heeft Chuck Splashes. Dat toevallig ook, ja. Maar deze guy heeft ook Chuck Splashes. Even kijken hoe hij het uitspeelt. Hij heeft geen meds. Oké, ik moet weglopen. Ik moet nu weglopen. Ren! Kijk, Menno kan tot nu toe maar 3 mensen spectaten, dus dat maakt het voor hem nog lastiger om mij uiteindelijk te vinden. Dus ik kom straks... Ik voel dat het al iets meer zijn dan 3, maar ja? Ik kom wel vaak terug op dezelfde, laat ik het zo zeggen. Deze ben jij sowieso niet. Ik ga denk ik zo dadelijk mijn eerste gok maken. Ja, je moet toch een keer! Daarom, bij 35 man zelfs, weet je wat? Confidence. 35 man gaat hij zijn eerste gok gooien. Jordi, heb jij 200 hout momenteel? Nee. 300. Kijk, deze man, ik hou van hem. Wat dan? Deze man, dat ben je niet. Wat dan? Want ik ging je respect eten. En toen ging je gelijk vol dansen. En toen volop krenken, al zijn mats kwijt. Jij zou dat niet doen, want jij hebt die mats nodig. Deze man wordt gepusht. En hij vliegt zelf weg. Maar wie pusht dan? Hij wordt gepusht. Want hij pusht nu iemand. Ik moet weg! Ik moet weg! Ben je dood? Nee! Was je bijna dood? Weet ik niet. Jordi, weet je wat? Ik ga een gokje wagen. Ja? 39 man. Oké. Okay. Ben jij een skin met een helm op, met lange roze haren? Om je heup heb jij kogels zitten en een zakje. Een wit. Ja, ik ken deze skin niet. Ik heb hem nooit in mijn leven gezien. Ai, nou, dat ben ik. Echt? Nee! zit je nu op een zipline? Nee. Zit je nu op een zipline? Want anders weet ik dat deze skin nee. Niet is. Dus dit ben je niet! Ik zweer, ik ben het niet. Waarom zeg je dan? Je hebt me shit, ouwe. Maar dan is de vraag wie ik wel ben, hè? Ja, ik moet voor 20 man, dus ik wacht nog even 18 personen af. We zwemmen hier gewoon door het water. Ik heb gewoon een gevoel dat jij deze aura misschien bent. Dus ik ga hem gewoon even een beetje spectaten, kijken wat er gebeurt. Je mag het gokje voor mij ook gooien, hoor. Nee. Ik wacht tot net voor de 20, want dan heb ik 2 kansen gewoon 1 keer poemen. Dan als ik binnen heb ik een shout-out, snap je? Zeker. Oké, Jordi. Ja? Ik wil jou iets vragen. Gewoon om voor jou zelf ook spannend te maken. Schiet eens in de lucht. Gewoon random nu. Ja, gedaan. Heb je echt in de lucht geschoten? Ik zweer. Oh, nee, dat was zo dom eigenlijk. Nee, is niet dom. En dit ben je ook niet. Want deze man rijdt helemaal een trap op. Nee, maar Menno, ik maakte een grapje net, hè? Ja. Maar jij bent geen Stairway to Heaven aan het doen met een ballon. Wie is een Stairway aan het doen? Stairway to Heaven? Ik zie twee mensen Stairway to Heaven met een auto en met een ballon. Echt? Ja. What the fuck? Jongens, kijk die bicep in die video, man. Nee. Boah. Zou je dat echt zeggen of voor mij het probeert te verwarren? Ja, dat is de vraag. Wat dan? Spectate iemand die met de kanon gaat? Nee. Poel hier gewoon rustig via het water en we chillen hem, we viben hem. Niks aan de hand. Bro, ik ga gewoon in een hoekje zitten, huppatee.
Ja, maar dat zou je niet zeggen. Je capt. Ik cap? Je capt. Bro, ik ga nu langs het water. Ben je nu langs het water? Weet ik niet, Menno. Maar dit is zo nep, want... Kijk, ik wil niet die gok wagen. Oh, wacht, ik heb 24 man. Shit. Maar kijk, ik heb net een skin gezegd. En hier zie ik precies dezelfde skin, alleen in een andere vorm. In plaats van roze haar heeft hij zwarte haar. Dus, weet je wel? En ik heb die skin nog nooit gezien. En nu in één keer twee keer in één lobby. Ik weet niet, weet je, zo... Ja, je moet gewoon... Ja, Menno. Het wordt lastig voor jou. Man, dit zou jij niet doen voor jouw video. Deze man is al 5 minuten lang aan het vechten met dezelfde persoon. Oh mijn god, ik dubbel edit hem zo vies hier. Weet je wat, boys, we skippen dit gewoon. Skip dit. Ik weet wie je bent. Ik weet het, denk ik. Nou, eens eerder, als je nog kijkt deze video, dan ben je gewoon een legende. Menno, welk woord moeten ze zeggen als ze deze video nog steeds kijken? Koffie. Koffie? Koffie. Nou, eens eerder, typ koffie. Als je nog kijkt, veel plezier met het kijken van de video. Skip dit. Ik heb hem nog niet kunnen spectaten, maar ik denk dat ik jou heb, Jori. Wie dan? Weet je wat? Ik ga gewoon denk ik. Nee, wacht. Ik moet er heel even wachten. Ik wil hem kunnen spectaten, want ik kan degene. Ik spectate hem nu pas. Ja. Ik denk dat ik jou spectate. Denk je dat? Ja. Als ik nu wacht even. Oké. Oeh! Ja, dit is Jori, dames en heren. Oeh! Ik heb hem! Ja, gooi een gokje maar. Je bent de Gnome skin. Welke is dat? Dat is de Kabouter skin. Nee! Dat ben je toch? Nee! Nee, ben je dat niet? Hoe overtuigd was jij? Nee, maar die kan je niet kikken en is alles. Maar hij is wel geshit door die oga die ik eerst al zei. Maar dat kon je niet zijn, want jij schoot in de lucht, zei je. Bro, jij was zo overtuigd, hè, ik zweer. Ja, maar jij zei, ik doe nu een dubbel edit, die was vies. En precies, die Gnome deed precies die dubbel edit op dat seconde. Weet je, op die seconde, ja. Maar dat is toch gewoon weer dat jij dat kan predicten. Ja, je gaat me een hint moeten geven, man. Ik denk het wel, want... Moet je een hint geven? Maar je kan gewoon alles nog spectaten, hè. Alles kan nog gebeuren. Bro, ik moet weg hier. Ik moet hier weg. Ik kan hier wel bijna iedereen spectaten. Dus kijk, dat is wel een nadeel. Nee, ook fijn. Ja, voor jou ja. Ik zeg eerlijk, ik vibe hem hier hard in deze bush. Ja, dat zou ik ook zeggen, stiekem, maar dat ben je niet. Bro, ik ben zo benieuwd als deze video straks terugkijkt, of jij me ook echt letterlijk hebt gespectated. Daar ben ik het wel. Denk je wel? Ik denk dat ik jou misschien wel al heb gespectated, ouwe. Ik ben er zo benieuwd naar. Iedereen gezien zo wat. Ik moet weglopen. Oh mijn deus, ik moet weglopen. Ja. wat? Jij leeft nog. Ik moet ook bijna gaan gokken, maar... Bro, je hebt alle tijd nog, hè? Heb jij of heb jij niet meer dan 800 hout? Ik heb meer dan 800 hout. Dat is echt eerlijk, hè? Dat is echt eerlijk. Dan heb ik hier nu 3 personen die meer dan 800 hout hebben, waarvan eentje jij bent. Je hebt me nu van 12 naar 3 personen gebracht. Dankjewel, Jordi. Kut, sorry. Maar ik moet weg, ik moet rennen. Ah, ik moet rennen! Bro, wat is van elke kant letterlijk op mij geschoten, jongen? Maar kijk, ik heb 3 kansen. Je bent of de Hayskin, of je bent deze commander-achtige skin. Het wordt spannend, Menno, want ik moet nog 1 kans. Ja, ik ga precies op 10 gokken, denk ik. Ben jij de Hayskin? Een roze haren op high ground. De roze haren op de high ground? Ja. Weet je zeker dat je dat gokje wilt geven? Ik zal nog 1 keer rondkijken. Er is nog maar 1 andere skin met die zoveel hout had. En dat is de Fleetwork of... Die heet, hoe heet deze vrouw? Hoe heet zij? Ik ben haar naam kwijt. Zij is van de Indiana Jones of zo. Oh ja! Dus wat? Ik ga gewoon voor die Indiana Jones vrouw. Zeker! Heb jij 1 impuls, een paarse SMG, een paarse pump, een gouden SMG, 1 flopper en 4 minis in jouw inventory met max? Oké, ik hou het voor jou spannend. Je had dat eind. Ik hou het voor jou spannend. Okay. Maar dit ben jij. Ik ga dit gokken, dit ben jij. Ik heb op de 10 eigenlijk al deze naam gezegd, maar fuck it, het is nu 9. Jij kijkt maar. Maar ik zeg jij bent dit. Als jij nu die guy op iCloud was, dan haal ik mezelf. Nee, dit ben jij! Nee! Ja! Ik heb het goed! Wat? Je gokt de fout! Nee hoor, dit ben jij! Ik ben dood! Nee! Welke was je dan? Wie denk je dat ik was? Oh, die op high ground! Met je 257. Die ren... Kijk, deze guy kan spelen, gast. Maar misschien leef ik nog wel, hè? Ja, zie je! Dit ben je wel! Kom even te naaien, dit ben je wel! Oké, wacht. Ik moet even afspelen. Ja, maar dit ben jij. Ik kan het goed. Ik zeg nog niks. Kloppen. Bro, wat? Nee, ik ben zo hard genaaid! Je bent nog die storm dood. Ja, ik had het goed. Ik had het sowieso goed, jij was het. 2-5-9 gewonnen. Menno, ja, maar... ik moet je van harte feliciteren. Met jouw verlies. Welke was je dan? Ik dacht dat ik had gewonnen.
Ik was de rode. Zo'n rood helmpje skin. De rode ski skin. Hè? Heb je die ooit gespekt? Heb ik die wel ooit gezien? Maar toen vroeg ik voor de hout. En deze ski skin had maar 400 hout. Dat laatste heb ik wel inderdaad gelogen. Dus daarom, dames en heren, als jullie dit zien, abonneer op Cobra zijn kanaal. Zijn links in de beschrijving. Help me even naar die 100k toe. Like een video, abonneer op mijn kanaal. Laat weten welke YouTube de volgende keer moet. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Dames en heren, de groeten.